Hi, ik ben Sarah Koningsberger, trots ambassadeur van Het Vergeten Kind. In deze serie ga ik in samenwerking met Perso in gesprek met superleuke bekende mama's om te praten over veilig opgroeien, kansen en het ontwikkelen van talenten van opgroeiende kinderen. Want helaas is dit allemaal niet zo vanzelfsprekend. Vandaag heb ik hier bij mij in de stoel Sherry Ann. Wat fijn dat jij er bent. Nou, leuk dat ik er mag zijn. In een land als Nederland hoort het toch eigenlijk wel gewoon vanzelfsprekend te zijn dat elk kind eigenlijk alle kansen krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Ja, dat lijkt mij wel. En toch is het hier alsnog een uitdaging. Ja. Dat is best wel bizar, toch? Ja, dat is het ook. Ik denk dat er gewoon heel veel druk op ligt. En ik denk ook gewoon dat het soms gewoon niet anders is. Soms overkomt het je gewoon. Of soms zit je in een situatie als ouder bijvoorbeeld. Ja. En daar lijden kinderen dan gewoon onder. Ja. Hoe was jouw jeugd? Hoe ben jij opgegroeid? Nou, ik kom echt uit een mega groot gezin. 6 kinderen. 3 jongens, 3 meiden. Oké. Okay. Het was wel pittig, want mijn moeder die heeft het allemaal alleen gedaan. Oké. Okay. En ieder kind is anders. En dat zie je nu ook gewoon. En ieder kind heeft wat anders nodig. En het was gewoon keihard werken. Ik bedoel... Maar voor haar, voor je moeder of ook voor jou als kind? Nou ja, we moesten allemaal helpen. We moesten helpen in het huishouden. Niet iedereen kon naar sport. Niet iedereen had boeken voor school. Of ja, noem het maar op. Het was gewoon hard werken, maar iedereen is goed terechtgekomen. Heb je dat toen als zwaar ervaren? Want je zei het is pittig. Ik heb mijn jeugd eigenlijk een beetje dubbel ervaren. Want ik ben vanaf mijn 13e... ben ik opgegroeid in een tehuis. Ik was ook niet anders gewend, weet je wel. Ik ben gewoon in zo'n, ik ben daar gewoon in opgegroeid thuis met mijn moeder, met mijn broers en mijn zussen. Maar nu ik zelf gewoon moeder ben, voel ik ineens wat dat nou is. En jij zei zelf dat je toen je 13 was, dat je toen naar een tehuis bent gegaan. Ja, klopt, ja. Ik was gewoon niet helemaal op mijn plek thuis. Voor nu was dat gewoon een hele goede keuze om ervoor te kiezen, zodat ik gewoon een soort van normale jeugd kon hebben. Ja. En dat ik gewoon me kon ontwikkelen. En dat ik gewoon kon zijn wie ik wilde zijn. Want ja, mijn moeder heeft het heel zwaar te verduren gehad met mijn vader. En ja, dat heeft ze gewoon eigenlijk in die tijd nooit een plekje kunnen geven. En dat was gewoon niet echt... Dat was niet gezond. Zijn er dingen die jij zelf nu heel erg bewust anders doet naar bijvoorbeeld Billy? Ik vind het gewoon heel belangrijk dat we over onze gevoelens durven te praten. Ja. En blijven praten. Maar dat is al heel anders dan wat jij zelf hebt meegekregen natuurlijk. Ja. Maar ik denk dus dat mijn moeder dat zelf ook nooit heeft geleerd. Ergens neem ik het mijn moeder soms wel een beetje kwalijk. En ergens ook niet. Want nu heb ik wel de kans om dat soort van te doen. Zoals ik hoop dat het voor ons allebei werkt. En of ik dat, wat ik Billy en de andere baby heel graag... Ik zeg gewoon bijna de naam. Woehoe. Zo, jemig. En wat ik Billy en de ongeboren baby wil meegeven... Heb je een werknaam? Laten we een werknaam. Bolly, ja. Bolly is de werknaam. Bolly, oké. Okay. Billy en Bolly. Billy en Bolly. Mm-hmm. Ik wil gewoon dat ze leven. Ik wil gewoon dat ze kunnen zijn wie ze willen zijn. En dat ze inderdaad af en toe... driftig kunnen zijn. En je mag soms driftig zijn. Ik ben ook wel eens driftig. Ik vind gewoon dat je het soms een beetje moet laten gaan en af en toe een beetje sturen. Was jij als kind een smeerpoetsje? Oh mijn god. Ja? Ik rook echt heel erg naar zweet. Oh. In mijn 10e jaar. Oh, dat was echt vreselijk. En dan, ik zweer het je, dan kwam ik dan bij mijn tante thuis en die zei altijd pak limoen, pak limoen, pak citroen, pak limoen. En dan ging ze dus onder mijn oksels. Oh. En het zat dus helemaal in mijn shirtjes, hè. En daarvoor, toen je kleiner was, ging je dan wel eens buiten spelen met grasvlekken en gewoon... Schoenen, alles kapot. Schoenen, kleding, alles vies. Ja? En ik was altijd van het voetballen. Slijdings, helemaal mijn ding. Van die grasvlekken zo. Helemaal top. Ja, ja. Ja, daar was mijn moeder niet zo blij mee natuurlijk. En Billy? Billy, die is tegenwoordig ook echt vies. Is dat een smoetje? Hou op met mij. Ik heb laatst gewoon een trui weggegooid. Weggegooid? Ja, weggegooid. Oh. Het was echt zo erg dat ik het er gewoon niet meer uit kreeg. Want wat gebeurt er als Billy bijvoorbeeld nu binnenkomt met inderdaad ook een grasvlek die jij vroeger had? Krijg je dan een engel? Als ze hier binnen zou komen wel, maar thuis niet. Oh ja, oké. Hier wel, want dan denk ik... Ja,
Wat denken deze mensen? Dat ik een vieze baby heb of zo? Hallo, ze is gewoon schoon. Ik heb de gewassen vanmorgen. Ze is helemaal en dan komt ze met vieze kleren binnen. Ik wil soms, ja... Je hebt toch ook van die kinderen met die snottenbellen of dat ze het zo gaan afvegen? Mm-hmm. Ja, nee, daar ga ik echt heel slecht op. Oké. Okay. Dus jij doet ook altijd even voordat we een fotootje maken, even nog even die mama duim zo in het gezicht. Ja, echt. Heb jij de neiging om Billy te sturen? Ze is nu nog niet echt te sturen. Dus ze is natuurlijk 1? Ja. 1,5? Ja, ze is niet echt te sturen, die meid. Nee, die is natuurlijk nu heel erg de grens aan het opzoeken en zo. Grens aan het opzoeken, de vloer is lava, dus overal op aan het klimmen. Trappetjes door het huis heen. We hebben 1 trap en dat is de trap waar ze op gaat. Ja. 3 treetjes, weet je wel. En denkt gewoon als 1 zo'n treetje af te kunnen gaan. En merk je dat je dan de neiging zou hebben om, bedoel, ze is nu nog klein natuurlijk, maar dat je je daarmee zou willen bemoeien? Ik ben gewoon vooral super benieuwd hoe, ja, weet ik veel, wat ze soms gaat zeggen tegen mensen ofzo. Of dat ze, ik was ook wel altijd een beetje... Ik ben ook wel een beetje brutaal. Wat zegt ze? Brutale mensen hebben de halve wereld. Kijk, je kan een beetje brutaal vind ik leuk. Ja. Maar er moet wel een ondertoon van respect zitten. Weet je wel? Dat vind ik leuk. Het Vergeten Kind heeft een jongere raad. En die noemen wij de Unforgettables. En eigenlijk zijn dat ervaringsdeskundigen, omdat zij zelf vergeten kinderen zijn. Of zijn geweest in ieder geval. Dus zij zijn eigenlijk de stem van de stichting. Ja. En nou heb ik een Unforgettable die jou graag een aantal vragen wil stellen. Oké. Mijn naam is Laura en ik ben lid van de jongerenraad van het Vergeten Kind. En ik heb een paar vragen voor je. Speelde je als kind een muziekinstrument? Ik speelde als kind zelf geen. Ja, nou ja, ik drumde. Ik echt op potten en pannen en op tafels en muren. Mijn moeder werd helemaal loco. Billy die speelt nog geen instrument, die is nog veel te klein, joh. Die doet wel met die rammelaar door het huis heen. En toen je ouder werd? Toen ik ouder werd, ja. Toen heb ik mezelf gitaar leren spelen. Ik ben geen John Mayer, maar ik kan wel gitaar spelen. Oh, Sherry-Anne. Ja, Sherry-Anne. Hallo. Oh. Heb jij zelf als kind alle kansen gekregen? Ik ben bijvoorbeeld echt 3 keer blijven zitten. Ik ben daarna bijna van school af gekikt en de kans die ik heb gecreëerd, maar ook gewoon met waar ik vandaan kom, met mijn achtergrond, denk ik dat ik zelf een hele grote kans heb gecreëerd om te zijn wie ik nu ben. En die heb je zelf gecreëerd? Die heb ik absoluut zelf gecreëerd. Je komt best wel van ver, je hebt best wel een pittige jeugd gehad. Ja. Heb je het idee dat je daarin alles hebt bereikt wat je zou willen? Voor je carrière nu? Ja, ik zou echt een tering dikke hit willen scoren. Ja? Ja. Ben jij nu al bewust bezig met het nadenken over hoe je die kansen voor je kinderen kan creëren? Ik denk ze gewoon goed te begeleiden en gewoon te zien. En tegelijkertijd, het leven is echt duur. Hè? We willen ze een soort start meegeven. En als het lukt, gewoon financieel gewoon kunnen helpen. Wat is het belangrijkste dat je wil meegeven aan ze? De liefde. Bij mij staat de liefde echt op 1. Ik denk dat het allerbelangrijkste is in het leven. Want wie ben je nou zonder al je lieve vrienden en familie? En wie ben je nou zonder al die emoties en zonder al die dingen wat je voelt? Dus dat wil ik ze meegeven, dat ze moeten leven. Thanks voor je openhartigheid en het mooie gesprek. En ik weet zeker dat jullie super gelukkig gaan zijn en dat Billy helemaal... alle kansen gaat krijgen. En Bolly natuurlijk ook. En Bolly, ja, daar gaan we voor. Ja. Maar ik vond het heel fijn. Ik vond het een heel fijn gesprek. Dankjewel. Ik ook. Heel erg bedankt. Thanks. Graag gedaan.